Auto is op 100 meter van het startpunt. Toen was de muziek weg. U mag nu zelf meezingen. 100 meter. Nu is de start gevallen. Paarden zijn weg en een heel fel duel om de leiding. In het midden van de baan gaat in ieder geval Frans samen met Andries van der Bloem naar voren. De binnenzijde probeert Robin Bakker mee te gaan en zo gaan ze de eerste bocht in. Het gaat krap, maar het gaat goed. Het is de best of moments die de leiding niet heeft, want de leiding wordt genomen door Baldacci. Aan de buitenzijde Bright Look, de Van der Blonk combinatie gaat daar op de plaatsen 1 en 2. Waarbij vader van der Blonk nu de leiding overneemt met Bright Look. Dan Baldacci, maar daar komt best of moments al. Bij de start moest hij even passen, maar nu komt hij met zijn tussenaanval. Best of moment die zijn laatste koers van kop af won en dat vandaag weer wil gaan doen met Robin Bakker. En ze gaan er een flink gat in lopen, want Best of Moments moet wat doen om de leiding te krijgen. Bright Look gaat met hem mee. Bright Look wordt nu gepasseerd door Best of Moments. Het ging precies even krap als in de eerste bocht, dus nu staat het 1-1. En zo gaan de paarden de linkerbocht in. De openingstijd was niet op de klokken gekomen, maar ongetwijfeld een hele snelle. En Best of Moments leidt. Best of Moments zal het tempo nu wat uit de koers moeten halen, anders wordt het moeilijk. Tweede plaats voor Bright Look en daarachter op plaats 3 inmiddels Bombazo Yaya. Vierde plaats is voor Baldacci. Zo gaan de paarden de bocht door en de buitenzijde komt naar voren Boas. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. Leiding in handen van Best of Moments. Best of Moments die in München ook de kop had. Toen onderweg ook het tempo even stilzetten. En het laatste stuk versnelde. Maar daar krijgt hij nu de kans niet voor. Tempo stilzetten gaat wel, maar dan is hij de kop ook kwijt. Nu aan Bombazo Yaya. Bombazo Yaya, nog een ronde te gaan. Tweede plaats Best of Moments. Aan de buitenzijde gaat er nu naar voren Boas. Daarachter aan de relingzijde ligt Bright Look. Daarachter Baldacci, maar die is al gepasseerd door Buzzard Boko. Ook gaat naar voren nu Bachelor's Wish. En de laatste plaats is voor Björn Boldwin. Zo gaan de paarden de rechterbocht door. 800 meter te gaan nog in de Troost Breeders' Crown. En de leiding in handen van Bombazo Yaya. Tweede plaats voor Best of Moments. Daarachter volgt op de derde plaats Bright Look. Die heeft al een aardige jas uitgedaan. Buitenzijde daarnaast volgt Boas. Die gaat er nog niet echt aan voorbij. En daardoor galopen de voorste twee paarden ietsje weg bij de rest. Bombazo Yaya, tweede plaats Best of Moments en het peloton nog altijd aangevoerd door Bright Look. Daar komt de staart van het veld naar voren, Buzzard Boko. Buzzard Boko schuift op, gaat door naar plaats 3. Is nu ook Bright Look voorbij en heeft nu nog twee paarden in het vizier. En die gaan inmiddels de laatste bocht in. Leiding in handen van Bombazo Yaya. En inmiddels is Bombazo Yaya halverwege de laatste bocht. Tweede plaats daarachter is nog altijd voor Best of Moments, maar die kan niet echt meer aanzetten. Aan de buitenzijde Buzzard Boko, die kan dat wel. Buzzard Boko gaat naar de tweede plaats en zo komen ze in de laatste rechte lijn. Rob van Toren is daar als eerste met Bombazo Yaya. Aan de buitenzijde komt Buzzard Boko en die komt dichterbij. Bombazo Yaya, Buzzard Boko, we voelen hem al aankomen. Niels Jongejans gaat hem winnen. Hij neemt de leiding over en loopt weg bij het veld in de Unitrotkleuren. De jonge rijder van Stal Hannover Soeven wint hem hier heel makkelijk. Buzzard Boko, tweede plaats, Bombazo Yaya. Plaats 3 is voor Bachelor's Wish.